Voor Bas Dost is Emmen bekend terrein. De spits begon in het seizoen 2007-2008 zijn profcarrière bij FC Emmen. In 23 optredens in de eerste divisie was hij goed voor 6 goals, inclusief een hat-trick tegen Veendam. Dit is Facts & Figures. Leuk dat je kijkt. FC Utrecht speelt dit weekend een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Dat affiche staat pas voor de 6e keer in de historie van de Eredivisie op het programma. Tijd om de belangrijkste feitjes een beetje door te nemen. In het seizoen 2020-2021, toen Emmen en Utrecht voor het laatst elkaar 2 keer troffen in de Eredivisie, wist de uitclub telkens te winnen. In Emmen werd het namelijk 2-3 voor FC Utrecht. Elia krijgt hem op tijd terug en kan vrij uithalen en scoren. De kansen zijn schaars. Kerk, sterk. En nu? Aardig balletje neer. Nou, die is niet zo moeilijk meer uiteindelijk voor Van Overheem. En in de 60ste minuut komt Utrecht op gelijke hoogte. Kerk dan weer aan de rechterkant. Laag en hard gegeven en het is raak. Het beproefde recept. En daar heeft hij zijn treffer te pakken. Dalmau. Bas Dost wist in zijn laatste 5 uitwedstrijden in de Eredivisie maar liefst 10 keer een doelpunt te maken. Inclusief dus die 2 tegen Herkens en Waalwijk. Bosdoğan. Boussaïd heeft ruimte voor het schot. Wil dat ook wel doen. Hij wacht wat lang, maar als hij het doet, dan lijkt het toch goed. En kijk eens wie daar is. Kijk eens wie we daar hebben. Het is Bas Dost. En de vlag blijft naar beneden. Rauwers, Dost, Dost. Het is werkelijk waar. Niet te geloven. FC Utrecht komt 4 oude bekenden tegen bij FC Emmen. Laten we ze allemaal even stuk voor stuk doornemen. Te beginnen met doelman Erik Oelslegel. De keeper speelde 27 wedstrijden voor FC Utrecht in de Eredivisie en wist daarin 8 keer zijn doel schoon te houden. Deze zomer maakte hij de overstap naar FC Emmen. Aller knikken en de redding van Oelslegel. Klaassen slaat hem met zijn hoofd richting het doel. Oelslegel met een prima redding. Klaassen nog een keer. Ook in de voorhoede komen we een oud bekende tegen. Richairo Zivkovic staat tegenwoordig onder contract in Emmen. De oude speler van FC Utrecht scoorde in 31 wedstrijden in de Eredivisie 8 keer. Maar weet je nog, die bekerwedstrijd in Enschede? Minuut 93. Ruiter kan niet komen. Komt er een schietkans voor iemand? Nee, nog niet. Counterkans is er wel en het doel is leeg. Ja, het is ook wel heel ver naar het doel. Het is wel heel ver, maar komt een eind. Zo, dat is een sprint zeg! Onwaarschijnlijk! Die energie nu nog hebben, dat maakt indruk. Wat een versnelling bij Zivkovic zeg. Na zijn avontuur in Duitsland wordt Mark Diemers dit seizoen verhuurd aan FC Emmen. De oud-middenvelder van FC Utrecht wist in 41 wedstrijden in de Eredivisie 2 keer het net te vinden. En hoe? Diemers. Zo, wat een goal! Geweldige goal! Geweldige goal! En last but not least, ook Jeff Hardeveld zien we terug in de selectie bij FC Emmen. Hardeveld speelde 19 wedstrijden voor onze club en wist ook te scoren namens FC Utrecht. Weet jij hoe vaak? Laat dan weten in de comments. Duplan. Slingert hem voor, goed verleend, doelpunt! Hardeveld maakt hem en het staat 6-1. Dit was de Facts & Figures voor deze week. Wil je nou meer feitjes en weetjes? Check dan even onze website. Tot de volgende!